Welkom allemaal bij een nieuwe uitzending van Generate Live. Vandaag onze gast Sander van Weert. Nou, wat zien jullie zo? Ik vraag om mezelf te Nou, welkom allemaal nogmaals bij Generate Live. Vandaag onze gast Sander Weert. Nou, welkom in onze show. Dank je mag zijn. Nou, stel jezelf voor aan de kijkers thuis. Wie ben je? Wat doe je? Ik ben Sander. Ik run een creatief verzamelgebouw in Haarlem, de Haarlem Legacy. Daarnaast ben ik freelance regisseur voor verschillende tv-programma's. En heb een videoproductiebedrijf waarmee we veel online content maken. Ook wat commercialtjes en videoclips voor verschillende bedrijven eigenlijk. Oké. En de mediabureau, mediabureau is het inderdaad. Hè? Avalanche. Avalanche Film, ja. Avalanche Film. Ja. Hoe ben je daarmee begonnen? Kort gezegd, ik ben ongeveer 6 jaar geleden ben ik afgestudeerd, Media Entertainment Management, mm-hmm. in Haarlem. Toen ben ik voor een commercial house gaan werken, Tsar in Amsterdam. Daar heb ik zo'n 2 jaar gefreelanced eigenlijk. Heb op die manier wat geld kunnen sparen en wist dat ik voor mezelf wou beginnen, omdat ik gewoon mijn eigen creatieve dingen wil doen. Ja. En toen eigenlijk mijn eigen bedrijfje opgezet. Ik heb trouwens een leuk filmpje gezien voor Bevrijdingspop van vorig jaar. Deze hebben jullie gemaakt, hè? Ja, klopt. Ik zal hem even laten zien, als hij er zin in heeft. Kijken. Ja. Ondertussen, laat hem even laden. En dan wacht ondertussen, praten we even verder. Kijkers thuis, als jullie vragen hebben voor Sander, kunnen jullie deze stellen via hashtag Generate. Je hebt ook nog eens Haarlem Legacy. Ja. Dat is een bedrijf, verzamel... Ja, creatief verzamelgebouw, creatief media collectief noemen we het ook wel. We zijn eigenlijk 4 jaar terug zijn we begonnen met het organiseren van borrels in Haarlem, waar gewoon alle creatievelingen uit Haarlem welkom waren. En dat kwam een beetje voort uit wens van onszelf om Haarlem creatief gezien wat meer op de kaart te zetten. Omdat als je 's ochtends in de trein zat, ik was er één van, naar Amsterdam toe zag je overal MacBookjes en iPhones. En je wist gewoon dat de hele creatieve industrie van Haarlem in de trein naar Amsterdam zat om daar zijn werk te doen. Wat gewoon heel doodzonde is, want je hebt heel veel talent hier. Echt heel veel. Op die borrels bleek dat er één hele grote vraag was. En dat was naar bedrijfsruimte, goedkope bedrijfsruimte, waar veel creatievelingen bij elkaar zitten, die elkaar versterken. Ja. En toen zijn wij met de gemeente om tafel gaan zitten. Van nou luister, hebben jullie misschien een mooie plek voor ons? En na wat geworstel en veel gesprekken en veel geleur, kregen we uiteindelijk in Haarlem-Noord kregen we de oude Sint-Lucia-school, Generaal de la Rijstraat. En daar hebben wij ons eerste creatief verzamelgebouw opgezet. Daar hebben we toen ongeveer 1,5 jaar gezeten. En toen bleek dat van heel veel mensen, omdat het was een soort van anti-kraakachtige regeling. Ja. Heel veel mensen wilden gewoon heel graag vastigheid hebben. Dus toen zijn we met woningbouwcorporaties gaan praten. En uiteindelijk met IJmeren in zee gegaan. Heel veel verschillende gebouwen in Haarlem bekeken. Mm-hmm. En nu zitten we eigenlijk vlak hier naast de studio. 100 meter verderop hebben wij een mooi pand gehuurd. En daar zitten we nu zonder subsidies. Dus gewoon echt zelfstandig met een wat langer contract. En dat is nu gewoon echt helemaal ons plekje geworden. Het is, ik zag het inderdaad. Ik ben er toevallig vandaag even langs geweest. Zeer mooi pand inderdaad. We zijn er ook erg blij mee. Het feit dat wij gewoon een pand in het centrum van Haarlem hebben met 12 eigen parkeerplekken. Ja. Nou, je hebt die kelder eronder ook gezien waar het gewoon perfect is voor feestjes en borrels en dat soort zaken. Eigen vergaderruimte, gewoon alle faciliteiten zijn aanwezig. En wat voor ondernemers zitten in het gebouw?
Ja, je hebt uiteraard van alles. We proberen heel divers te zijn. Dus van alle secties binnen de binnen creatieve industrie zo min mogelijk te hebben. Okay. Dus we hebben webdesigners, communicatie, we hebben een journalist, we hebben twee tekstschrijvers, videomensen, motionmensen. De hele range, event managers. Maar dat is voor de samenwerking is dit natuurlijk ideaal. Ja, dat is. En dat was voor ons het eerste moment dat wij. En dat was bij de vorige locatie, was het eigenlijk al. Dat was dus een oud schoolgebouw. En je kon over de gang heen lopen, zeg maar, als een soort van met leraar. En dan kon je bij de verschillende lokalen naar binnen kijken. En eigenlijk na twee maanden al liepen we er overheen, over die gang. En toen zagen we in de verschillende lokalen. Zagen we mensen bij elkaar zitten die aan het samenwerken waren. Ja. En dat was natuurlijk gewoon de hele insteek. Want elkaar inspireren, elkaar versterken, dat is gewoon perfect. Dat je gaat gewoon zoveel andere dingen zien. We hebben ook iedere dag een lunch. Iedereen luncht met elkaar iedere dag. En het is heel grappig, want ik als videomaker, filmmaker, krijg opeens de visie van een webdesigner op mijn film. Ja. En dat is een hele andere visie dan dat ik zelf heb. En dat versterkt elkaar gewoon heel erg. Ja. Ja, en het feit dat ik gewoon vroeger als ik een opdrachtgever had en die wou en een film en een website. Ja. Dan kon ik iemand bellen of ik kon een kennis of iemand, weet je. En nu kan ik gewoon zeggen, loop even voor mij. Dan lopen we twee deuren verderop en daar zit de webdesigner. En zaken gaan ook veel beter op elkaar aansluiten. Precies. Want mijn film en zijn website krijgen opeens precies dezelfde stijl. Want we zitten naast elkaar, alles is geïntegreerd, alles werkt. Je hoeft niet te bellen, maar je kunt even bij elkaar naar binnen lopen. Dus voor de klant is het ook gewoon veel fijner. Ja, dat wilde ik inderdaad net zeggen. Voor de klant is het natuurlijk. Dat is perfect. Er is een hele mooie term voor je, de one-stop shop. Dus op one-stop kan je alles shoppen wat je wil. En dat is voor klant gewoon te gek. Die hoeven niet verder te kijken, die kunnen bij één plek terecht. En daarnaast vertrouwen wij elkaar, zeg maar. Dus, en dat is ook heel belangrijk. Dus je bouwt echt een goede band met elkaar. Bouwt een band op. Je weet bij wie je moet zijn voor welke klus. Ja. Dat filmpje dat is ondertussen geladen. Ja. Gaan we even kijken of je hem zo ook... wat hem op groot scherm heeft hij dus geen zin om hem af te spelen. Nee, ja. toch wel. Niet helemaal. Niet helemaal. Daar had er even moeite mee. Natuurlijk kort filmpje van een kleine impressie van wat jij normaal gesproken Dit is wel een heel mooi voorbeeld van wat wij dus doen met z'n allen. Bevrijdingsgroep Haarlem die kwam naar ons toe en die had verschillende vragen, verschillende behoeften, waaronder deze tv-commercial. Die werd uitgezonden op Discovery Channel voor een maand lang. Maar ze waren ook... verschillende motion, grafische vormgeving voor de introfilm. Ze hadden PR hadden ze nodig. Ze hadden iemand op het veld hebben die interviewvragen stelde. Mm-hmm. Ja, en dat hebben wij allemaal vervuld. Ja, en dat is dat samenwerken. Dat is gewoon gek. Het wordt gewoon echt één team. Gewoon, verschillende bedrijven, maar uiteindelijk toch één. Toch één team kunnen zijn. Ja, en bevrijdingspop staat natuurlijk, het is zaterdag alweer. Het staat ons nauw aan het hart. Want als er iets Haarlems is, is het bevrijdingspop wel. Ja. Wat is eigenlijk de reden voor jou om te beginnen met ondernemen? Je bent klaar met school. Je hebt dus inderdaad het MEM afgerond. Je hebt daarvoor audiovisuele opleiding gedaan. Waarom had je zoiets van, ik begin eigenlijk gewoon echt voor mezelf. Ik ga niet bij een werkgever aan de slag. Ja, ik heb eerst even een trucje natuurlijk wel afgekeken bij een werkgever, maar ook als freelancer. Ik wil gewoon mijn eigen ding doen. Ik wil zelf dingen creëren. Ik wil niet in opdracht van iemand iets hoeven doen, maar gewoon echt mijn eigen draai eraan geven. En Kan onder een werkgever? Dat kan misschien ook wel, maar nu kan je echt je eigen ding doen. Ja. En daar hou ik gewoon heel erg van. Ik wil gewoon dingen ontwikkelen en dat is gewoon te gek. Maar houdt het ook in dat zeg maar bij bepaalde opdrachten die je binnenkrijgt, dat je dan ook gewoon zegt van... deze opdracht die ligt mij niet. Dit is niet zozeer een opdracht waar ik me helemaal in op kan gaan. Ja, nu wel. In het begin natuurlijk niet. Want dan moet je alles aanpakken. Wat. En in het begin heb ik ook heel veel dingen gratis gedaan en dat soort zaken. Wat eigenlijk heel slecht is voor de markt. Maar goed, je moet op een of andere manier moet je erin komen. Ja.
En nu ben ik gelukkig op een punt dat ik ook tegen bepaalde dingen zeg van, nou ja, liever niet. Dat is niet helemaal mijn ding. Daar kan ik mijn ei niet in kwijt. Ik wil pikken nu al leukere dingen eruit. Maar ja, dan is er weer een heel netwerk om ons heen die die opdrachten wel weer heel graag oppakt. Ja. Dus dan schrijf je een beetje dingen door. Zoals ik in het begin van andere mensen dingen doorgeschoven krijg. Dus ja. En ja, wat is jouw drive eigenlijk om te blijven ondernemen? Dus je bent er nu allemaal eenmaal ingestapt. Ja. En waardoor blijf je gaan? Ik vind het moeilijk om te omschrijven, joh. Ik vind het gewoon heerlijk om te doen. Ja. En ik wil gewoon dingen blijven ontwikkelen. En wat wij heel graag willen, is dat we over 5 jaar gewoon 2 eigen tv-programma's hebben. Daar zijn we hard mee bezig nu. We zitten nu midden in een pilot traject. Hebben we net 4 draaidagen gehad met 2 camerateams van United. En gewoon echt gewoon volop opgezet. En ja, ik kan er nog niks over zeggen, maar ik denk dat het echt te gek gaat worden. Dus ja. De drive is denk ik om nog grotere, mooiere dingen te maken. En dingen die ook echt ergens over gaan. Dus een beetje inhoud in televisie. Ja. En ja, wat is in jouw ogen een geslaagde ondernemer? Wanneer heb je het nou eindelijk gemaakt? Ik denk dat je het gemaakt hebt. Ik denk dat is niet per se afhankelijk van grootte. Nee. Maar meer dat je de dingen echt doet die je wil doen. Dat goed doet, mooi doet. En daar ook nog van kan leven. Ik denk dat je dan gewoon echt geslaagd ondernemer bent. En ja, wat ik zeg, een ondernemer hoeft niet per se heel groot te zijn. Maar moet wel hele mooie dingen maken. Ja. En nu krijg je de vraag. Ben je in je eigen ogen al een geslaagde ondernemer? Nou, ik denk dat ik lekker bezig ben. Maar ik ben nog niet waar ik wil zijn. Ja. Nee. Maar dat komt ook wel een beetje. Ik verdeel mijn inspanningen nu heel erg. Ja. Ik run ook nog dat collectief waar gewoon echt onwijs veel tijd in gaat zitten. Ook met andere vergaderingen en maar we zijn goed op weg, absoluut. Ja. Nou, even snel voor de kijkers thuis, als jullie nog vragen hebben, stel ze via #generate. ja, ik heb net al gevraagd wat een geslaagde ondernemer nou precies inhoudt, maar wat houdt het ondernemen nou zelf in jouw ogen precies in? Ja. Dingen goed regelen, plannen, organiseren, een goede accountant aannemen, dat is heel belangrijk. Ja. Dat je daar niet te veel tijd in kwijt bent. Ik zelf ben natuurlijk maar een klein percentage van mijn werkzaamheden, of een klein, of 30-40% ben ik echt uitvoerend bezig. Okay. Dus zijn we echt op de set aan het draaien of echt in de edit room bezig. Ja. Voor de rest ben je met potentiële klanten aan het praten, ben je offertes aan het uitschrijven, ben je plannen aan het maken, scripts aan het maken. Ja. Wat trouwens ook een fantastisch onderdeel van het werk is, gewoon scripts uitdenken, dat is gewoon helemaal te gek. En daarnaast gewoon nieuwe contacten blijven leggen, af en toe netwerkbijeenkomsten bezoeken. Heel goed weten wat de markt om je heen doet. Mm-hmm. Ik bedoel, jij moet niet de laatste zijn die met een nieuw foefje aankomt of met een nieuwe techniek. Of weet je moet er bovenop zitten, continu. Ja. Dat is echt heel belangrijk. En elkaar ook een beetje blijven inspireren. Dus ook mede-ondernemers opzoeken waarvan je kan leren. En zij van jou en jij van hen. Ja. En wanneer ben je nou precies voor jezelf begonnen? Hoe lang geleden is dat nu? Ja, het is moeilijk. Ik ben zeg maar ZZP, maar toen had ik die term nog niet. Maar freelancer geworden eigenlijk 5 jaar geleden echt. 5,5 jaar geleden. Mm-hmm. Ik heb mijn eerste bedrijf nu 3,5 jaar geleden ingeschreven. Oké. Okay. Ja, 4 jaar geleden met Kafka. Oké. Okay. Nou. En heb je tijdens dit proces ook opstartproblemen gekend? Ja, mijn eerste bedrijf heb ik 4 jaar terug opgezet. Alleen, dat was met z'n drieën waren we. Mm-hmm. Nog 2 compagnons. Ja, en er is er toch eentje van weggevallen. En wij waren 3 hele goede vrienden. En ik was gewaarschuwd van tevoren door verschillende mensen. Ga niet met vrienden ondernemen. Yeah. Dat is ook gebleken, want dat ging op een gegeven moment ging dat gewoon niet goed. Dus dat waren echt opstartproblemen. We zijn met z'n tweeën doorgegaan. En mijn compagnon, waar ik nog steeds gewoon graag mee samenwerk, is naar Curaçao geëmigreerd. Okay, niet slecht. Dus ja, toen hield ik dat een beetje op. En nu zit ik in een soort van constructie samen met mijn medebestuurslid van Harm Legacy. Wij doen zelf met z'n tweeën alles, pakken we op. Mm-hmm. Maar op dit moment draai ik als eenmanszaak met freelancers, zeg maar, naast mij. Oké. Okay. Ja. En dan de opdrachten die je dus met Avalanche binnenhaalt. Ja. Hoe haal je deze acquisities binnen?
Ja, in het begin was ik heel druk bezig. Maar nu is het gewoon mensen komen naar mij toe en vragen aan mij van hey. Vanuit het netwerk eigenlijk. Ja, vanuit het netwerk, via. Dat is denk ik toch. Ik hou met Google Analytics, hou ik mijn eigen site natuurlijk heel goed bij. Mm-hmm. En ik merk gewoon dat er komt maar zo weinig binnen via een website. Mensen kijken wel ter referentie op je website, ja. Maar dan hebben ze al van je gehoord. Ja, precies. Dat is niet voor mij. En ik doe ook niet aan SEO. Ik mm-hmm. heel druk. Dus mensen, ja, die moeten toch echt van je gehoord hebben. Willen ze naar je toe komen. Dus mond op mond, volgens mij, is verder kwijt gewoon echt het belangrijkste. En ook op netwerkbijeenkomst natuurlijk. Ja. Hoe je kaartjes veel mogelijk afgeven. Hoe vaker je kaartje weggeeft. Ja, hoe groter de kans is dat er iemand op ingaat natuurlijk. Precies. Ja. Ik heb hier een vraag van een kijker. Nou, heb je nog tips voor startende professionals na school? Hoe vind je snel je passie? Nou, ik wist al wat mijn passie was. Oké, okay. Dat scheelt al. En ik denk dat je kiest natuurlijk een studie en dan heb je al een beetje een richting. En tijdens je studie ga je volgens mij ontdekken of die richting ook daadwerkelijk je passie is. Ja. En ja, met die passie, die ga je uitbouwen. Maar probeer, dat is dan een tip van mij, probeer heel erg te focussen naar je studie. Dus ja. Als je dan inderdaad een bedrijf opzet. En dat bedrijf doet bepaalde dingen. Probeer je daar dan ook echt op te focussen. Dus ga niet flarden dingen ernaast doen. Nee, want dat inderdaad. Geeft alleen maar ruis. En ja, blijf altijd gefocust. Dus gewoon echt gefocust blijven op datgene dat je gewoon wat je wil. Ja, ja, wat je wil. Dat je daar naartoe blijft gaan. Oké. Okay. En je vertelde net al zoiets over dat je jezelf over 5 jaar ziet met 2 tv-programma's. Ja, of 5 of 1. Het liefst, hè? Of in ieder geval een eigen programma, inhoudelijk groep programma. Ja. Maar je wil dus uiteindelijk naar het tv-programma, maar wil je ook verder groeien? Heb je zoiets van, nou, na het tv-programma wil ik dit gaan doen? En heb je al een beetje voor jezelf uitgestippeld van, nou, deze pad moet ik dan bewandelen? Nou, niet. Kijk, weet je, ik als bedrijf wil ik volgens mij, in ieder geval zo zie ik dat nu, misschien kijk ik er dan anders tegenaan, mm-hmm. maar ik hoef niet heel groot te worden. Nee. Want volgens mij geeft dat heel veel kopzorgen mee. En ik ben wel iemand die in mijn vrije tijd ook lekker gaat surfen en op vakantie gaat en naar festivals gaat en zo. Dat wil ik echt wel, die ruimte wil ik blijven houden. Ja. Ik zou daarentegen, zou ik, als ik dan een bedrijf heb dat goed loopt, een mooi tv-programma maakt, weet je, de inkomen gaat goed, alles gaat goed, dan zou ik juist wat meer non-profit ernaast willen doen. Oké. Okay. Ja, dus wat meer bijvoorbeeld naar het buitenland om bepaalde dingen aan de kaak te stellen of weet je, dat soort dingen. Ik denk dat ik dat dan meer zou gaan doen. Maar uiteindelijk, als ik er even zo over nadenk, heb je er uiteindelijk toch nog baat bij, toch? Want met non-profit haal je dan alsnog toch namens bekendheid, als je het goed doet. Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben 3 jaar terug naar Ghana geweest. Mm-hmm. Daar heb ik een hele mooie film en een videoclip opgenomen. En uiteindelijk is daar gewoon onwijs veel uit. Dat doe ik dan vrijwillig. Maar uiteindelijk is daar dan heel veel uitgekomen, want mensen zien dat. Ja. Die organisatie, dat is een Hanukkah's Children's Home in Sunyani, Ghana. Mm-hmm. Die organisatie die heeft heel veel andere grote bedrijven die sponsoren. En ja, die komen dan ook weer op je af. Dus op zich is dat gewoon heel goed. En ik ga over 3 weken ga ik weer naar Ghana. En vervolg. Ja, ik ga gewoon, want het heeft ook een beetje mijn hart gestolen, moet ik zeggen. Maar ja, dat is allemaal vrijwillig. En dat vind ik hartstikke mooi. Ik wil op zich ook wel. Ik denk dat iedereen die dit doet ook wel besef moet hebben dat je bent niet de wereld aan het verbeteren of zo, weet je wel. En ja, ik wil daar wel wat aan bijdragen. En als ik op die manier mijn expertise in kan zetten om die mensen daar te helpen. Mm-hmm. Ja. Dat geeft alleen maar veel zelfvoldoening. Daar word je gewoon gelukkig van. Dat is ook belangrijk. Misschien een lastige vraag. Maar stel dat er in de toekomst. Nou, stel voor dit project. Komt een grote sponsor. Die wil het geheel sponsoren en ervoor betalen. Ja. Besluit je dan om het van het non-profit af te stappen? Of denk je dan van nee, ik blijf ook echt daadwerkelijk non-profit? Dat is een gewetensvraag. Ja. Ja, kijk. Als iemand naartoe komt en die zegt, en ik heb twee keer een film gemaakt, en die zegt van nou, de derde film ga ik sponsoren, dan heb ik dat blijkbaar verdiend. Ja. En dan zou ik het aannemen. En dan kan ik daarna misschien weer iets anders gaan doen. Klopt. Ja. Ik wil, ja, je moet ook niet. Ja, die moet ook, uiteindelijk moet je toch ook zelf aan je eigen portemonnee denken. En stel dat je dus
wel inderdaad genoeg mee binnenkrijgt, dan kan je dus inderdaad er een vervolg aan geven. Dan kan je weer verder, joh. Ja, ja. En wij, we hebben ook altijd wel een stagiair rondlopen. Ook gewoon om te helpen. En die geeft dan ook een kleine stagevergoeding, weet je wel. En dat kost ook natuurlijk allemaal geld. Ja. Maar ja, mensen helpen, dat staat bij ons echt hoog in het vaandel. Ja. Dat is echt wel, ja. Zou je iets van een bedrijfsstructuur cultuur kunnen vertellen? Hoe gaat het bij Avalanche? Of bij Harlem Legacy? Ja, bij Avalanche is het zo dat bij de Effen is Avalanche, omdat het natuurlijk gewoon wat kleiner is. Ja. Het is op dit moment een eenmanszaak. Maar wat ik zeg, ik doe veel samen met mijn bestuurslid van de Harlem Legacy. Mm-hmm. Als er een langer lopend project is, dan hebben we één, misschien twee producers freelance bij ons op kantoor zitten. Okay. En die helpen ons gewoon met de klussen. Ja. En als die klus 2 maanden duurt, dan zit zo'ngene de 2 maanden. En dan gaat er bijvoorbeeld 2 weken voor het daadwerkelijke productieproces, of een week ervoor, krijgt diegene nog een productiesysteem mee. Ik ga er wat meer op zitten. Ja. We gaan op ontwikkeling toe. Nou, en op een draaidag kan de crew oplopen tot 10, 12, 14, 15 mensen. Okay. Een beetje afhankelijk van de grootte. En over het algemeen zijn wij best wel een platte organisatie. Ik bedoel, ja, hiërarchie heb je inmiddels niet. Daar zijn we ook gewoon te klein voor. En okay. Ik geloof ook niet echt in hiërarchie trouwens. Er moet wel één kapitein aan het roer staan. Maar die kapitein moet zich wel gelijker voelen, zeg maar. Ik bedoel, je moet, die autoriteit moet je een beetje van jezelf hebben. Ja. En niet willen uitstralen. Dus dat is eigenlijk gewoon een hele relaxte bedrijfscultuur. En we werken eigenlijk ook altijd wel een beetje met dezelfde mensen. Want je blijft die een beetje terugvragen. De Harlem Legacy, ik vorm samen met Siebe, vorm ik dat dan het bestuur. Ja, wij zitten ook gewoon zelf in het pand. En mensen kunnen met allerhande vragen naar ons toekomen. En op de lunch is het gewoon heel relaxed. Een bedrijfscultuur. Nee, het is gewoon echt. En het voordeel is, je bent niet met een school bezig. Het zijn allemaal zelfstandig ondernemers die zichzelf moeten bedruipen. Die ze ook gewoon keihard moeten werken. Dus dan heb je al geen hiërarchie meer nodig. Want iedereen is zo serieus gefocust, precies, bezig met zijn eigen ding. Dat gewoon altijd goed gaat eigenlijk. Ja. Prachtig gehoord. Ik weet het eigenlijk niet anders te vertellen. voor de kijkers thuis. Die dus inderdaad een eigen onderneming willen starten. Ja. Zou je vanuit jouw eigen ervaring en visie, zou je die wat mee kunnen geven voor in de toekomst? Vooral in de opstartfase. Ja. En natuurlijk de fase waar jij dus nu zelf ook in bevindt. Ja, de opstartfase, wat ik zei, blijf gefocust. Maar daarnaast zorg ook gewoon dat je papierwerk goed geregeld hebt. Je KVK, je branche, je belastingdienst, alles. Dat is echt heel belangrijk. En zorg ervoor dat je daar ook geen kopzorgen over hebt. Ik denk dat gewoon een van de belangrijkste dingen. Wij zijn er een beetje de. Wat is in het begin waren we zo druk bezig met filmen en dingen doen. En weet ik wat, dat een beetje achterbleef. Ja. Toen moesten we opeens gaan inlopen. Ja, dat is zo'n gezeur. Het is wel goed gegaan. Maar dit geeft me. Dus zorg eigenlijk voor een goede accountant. Ja. Gaat je ook gewoon veel geld schelen. Dus eigenlijk gewoon een goed team om je heen bouwen. Ja, goede mensen. Goede mensen, heel belangrijk. Absoluut. Goed team om je heen. Goede mensen. Ik ga de vraag even snel onderbreken. Ik krijg nu een vraag binnen van wat zou je doen als je een extra dag in de week had? Ja, dan zou ik die vrij nemen. Ja, even voor jezelf. Ja, dan zou ik die echt vrij nemen. Want hoe ziet jouw werkweek er nu op dit moment uit? Want het is behoorlijk pittig volgens mij. Ja, je werkt de hele dag. En 's avonds doe je ook nog even wat dingetjes. Draaidagen duren natuurlijk lang. Ik heb gemiddeld zo'n 3 draaidagen in de week. Dus daadwerkelijk op locatie van de studio aan het filmen zijn. Begint om 8 uur en voor dit weet ben je om 9 uur thuis. Nou, dus vriendin aan blij als ik thuis kom. En dat eigenlijk 5 dagen in de week. Een dag dat ik op kantoor zit. Dan loop je scriptjes te maken en afspraken te maken met lopende opdrachtgevers, nieuwe opdrachtgevers. Je probeert eens een keertje iemand, een collega die je al een tijdje niet meer gezien hebt, proberen op te zoeken, wat verhalen uit te wisselen. En dat is eigenlijk maandag tot en met zaterdag een beetje. En op zondag ben je eigenlijk kapot, probeer je een beetje bij te komen. Dus ik zou die extra dag gebruiken om echt hele leuke dingen te doen. Voor elkaar play harder. Ja, nou ja, goed. Ja, weet je, ik denk dat ik wel redelijk workaholic ben, maar
En dat had ik in het begin anders, want toen werkte ik echt 7 dagen in de week. Maar ik ben nu wel tot de realisatie gekomen dat je daar ook niet gelukkiger van wordt. Nee. En dat als je een beetje vrije tijd neemt, dat je product ook veel beter wordt. Want hoe lekkerder jij in eigen vel zit, hoe mooier je product gaat worden. Daar geloof ik echt heilig in. Kijk, mooi verteld. Zal ik gelijk antwoord op de vraag. We hadden het al even denken, dat is zo snel de bedrijf. Ja, ik denk als je op een gegeven moment, zoals ik 3-4 jaar gewoon lekker bezig bent en daarvoor nog mijn freelance periode, dat je op een gegeven moment naam op hebt gebouwd. Dat is natuurlijk waar je naartoe moet. Mensen moeten naar jou toe komen, jij moet niet meer naar mensen toe hoeven komen. Mm-hmm. Als je daar eenmaal bent, ik denk dat je nu niet te hard moet willen groeien. Ik zou ook iemand in dienst kunnen nemen, dat zou financieel gezien zou dat kunnen. Mm-hmm. Maar ik wil het even lekker steady houden, op dit niveau. Wel mooie films maken natuurlijk, maar niet per se willen groeien. Niet te hard gaan ofzo, denk ik. Ik denk dat wel belangrijk is op dit moment. Ja, en altijd kwaliteit blijven leveren. Ja. Dan maar 1 of 2 avonden extra in de edit. Maar weet je, of net even aanpassen, of dan maar tot 2 uur 's nachts door. Ik bedoel, blijf altijd kwaliteit leveren, van A tot Z. Okay. Ja. Dat is een hele goede vraag die ik nu van een kijker binnenkrijg. Dus op het pad dat je bewandeld hebt tot nu toe, zou je als ondernemer iets anders doen als je de kans zou krijgen? Ik heb best wel veel dingen in mijn hoofd gehad die ik wel zou willen doen. Ik zou wel eens een grote winkel willen hebben met alleen maar professioneel videospul. Maar even uit dat hele video gedoe, zeg maar. Ik kan me ook wel voorstellen dat ik ergens in Spanje woon of zo. En daar wat met vakantiewerk doe. Of surfles geven op Bali of met even wat. Klinkt wel goed, ja. Ja, dat zou ik... Wat ik natuurlijk fantastisch zou vinden is bijvoorbeeld uiteindelijk toch wel een speelfilm maken. Zo. Dat zou natuurlijk gewoon helemaal fantastisch zijn. Maar dat is echt de long run. Daar denk ik gewoon nu nog niet over na. Nee, precies. En ik blijf nu gewoon gefocust op mijn eigen ding. Je bent echt geleidelijk daarnaartoe. Weet je, ik ben ook bang dat als ik er een jaar uit zou stappen, dat je dan gewoon... ook gewoon echt even eruit ligt. Ik bedoel, je bent toch wel heel makkelijk ingerald. Ik merk wel bijvoorbeeld dat ik heb bepaalde opdrachtgevers, die komen nu al 3 jaar bij mij terug en die blijven terugkomen. Ja. Maar als ze een jaar geen dienst van mij af kunnen nemen, ja, dan hebben ze iemand anders gevonden. Precies. En ik denk dat je er heel erg voor moet oppassen. Dat als je een jaar weg bent geweest, dat het niet zomaar is dat iedereen weer bij jou aan de deur staat te kloppen. Ja, weet je wel. Dat klantenbinding is echt wel heel erg belangrijk. Dus het zou een droom zijn om zulke dingen te kunnen doen naar het buitenland of ik wat. En daarnaast, ik heb het gedaan, dus die behoefte is ook wel een beetje vervuld. Mm-hmm. Maar je moet er heel erg naar uitkijken, denk ik. We lopen al ten einde van deze aflevering. Ga ik je nogmaals vragen om nog 1 tip te geven aan de kijkers thuis. Het mag hetzelfde zijn, maar inderdaad dat je hem nog 1 keer goed verwoordt, zodat dat hij goed blijft hangen voor de kijkers. Blijf gefocust. Zorg dat je zaak gewoon onwijs goed op een rijtje hebt. En lever gewoon altijd echt kwaliteit af. Zorg, weet je bent zo goed als je laatste product. Dat is een hele bekende titel. En het is misschien een beetje sleazy om die nu te gebruiken. Maar dat is wel waar het echt om draait. Ja, dat zou ik willen zeggen. Bedankt. Graag gedaan. Ik wens je veel succes in de toekomst met het ondernemen met Harlem Legacy en Avalanche. Ja, dankjewel. En wie weet, zien we je nog een keertje terug. Oké. Ja, succes met je programma natuurlijk. Bedankt. Tot man. Nou, kijkers thuis, bedankt voor het kijken. En ik hoop jullie allemaal volgende week terug te zien om 2 uur. Tot dan.